Van startnummer 650. En als eerste wederom weg de 222 van Roerkeun. Nou, dit had wat nieuw. En dan gaat die de 650 voor Michel opvraag. Het is Roelof Keun op de eerste plaats, gevolgd door de 114 van Erwin Wieldraaien. Het is nu aan de binnenkant door Erwin Wieldraaien. Nee, de buitenlanders heeft die snelle Roelof Keun uitgevonden. En dat is aan de binnenkant die 114 van Erwin Wieldraaien die het blijft proberen. Erwin Wieldraaien nu ook aan de binnenrijden. Ja, en Roelof Keun die houdt de buitenste lijn. Ja, zo gaat dit nu de tweede ronde in. Die gaat dit het langst volhouden. Volgens mij is het de 114 van Erwin Wieldraaien op de eerste plaats. Roelof Keun ook aan de binnenzijde. Ja, en Roelof Keun nu aan de binnenkant. Deze druk Erwin Wieldraaien die de plek goed verdedigt. En de deur dicht gewoon is daar. Roelof Keun denkt een gaatje te vinden. Ja, een mooie eerlijk gevecht hier om de eerste plaats. En dan is het nu zo Roelof Keun die voorbij steekt. Dan komt daar van de achterliggende laag tegen van Arditron. We zien ook daar volgens mij de 918 van Jeffrey de Jong. Ja, Roelof Keun die de buitenlaatste lijn weer pakt. Ja, nu toch een voorsprong opgebouwd ten opzichte van Henry Wieldraaien. Op de derde plaats zien we de start op Rolene Lucas Plaster. Dan de 205. Wagenwaar is nog steeds geen naam meer. En op de derde plaats staat nummer 9 van Lucas Plaster. Ja, en als vierde hier de 205. En als laatste wordt hier afgeblazen Arditron. En gaan wij hem volmaken. Jeffrey Pion.
Ja, en onze Jelle Hagen nu richting de wagen gaat van Alicro. Joran, hier, ja, achterdek. Ik heb meer om Jeffrey de Jong nogal de ronde achterstand te zetten. Dat is dus Roetovke, de 114 van Erwin Wieldraaier, is in die laatste ronde toch nog dichterbij gekomen, maar niet genoeg. Het is Jan de Haan op de derde plaats. Op de vierde plaats zien we nu richting Zwarte Groen rijden de startnummer 9, Lucas Kasten.